We zijn aangekomen bij Bianca Schoenmakers. Dit is Bianca, stel jezelf even voor. Hi, nou ja, zoals zij al zegt, ik ben Bianca Schoenmakers. Ik ben een voormalig internationaal springamazone. En tegenwoordig freelance ruiter, trainer, algemeen paardenmens. En ik train Tessa zo nu en dan om even de puntjes op de i te zetten. En om even wat nieuwe input te geven waar Daan ook weer mee verder kan. Ja, zeker. Nou, heel goed dat je dat zegt. Thuis doen we eigenlijk met Tessa altijd elke week springlessen. En meestal één keer in de maand gaan we naar Bianca toe. En dan ben ik of altijd mee, of ze sturen alle filmpjes naar me door. Of we bellen later of appen nog even. Om goed te kunnen overleggen dat we allebei goed weten waar we met Tessa aan werken. De samenwerking met Bianca vind ik onwijs fijn om ook te weten dat Bianca er een keer met vreemde ogen naar kijkt. Nou ja, Bianca is niet vreemd van Tessa, maar wel, die heeft haar dan al een aantal keren niet gezien. Dus om te kijken of we wat gegroeid zijn en wat daar natuurlijk aan te verbeteren is, om daar weer even neutraal naar te kijken. Ja, ik denk dat het best goed is om bij verschillende mensen te lessen. Maar het is wel heel belangrijk dat die trainers niet elkaar als concurrenten zien, maar eerder als een samenwerking met elkaar aangaan. Omdat je eigenlijk om een bedrijfsblindheid te voorkomen, als je elke week naar dezelfde leerling kijkt, dan ga je toch op den duur aan dingen wennen en dingen over het hoofd zien. En ik denk om af en toe een uitstapje te maken met iemand die wel dus in jouw systeem past, dus die niet compleet iets anders vertelt, maar die in het systeem past en dat die twee trainers bij elkaar in overleg kunnen, ik denk dat een hele nuttige toevoeging is. Ja, zeker. En ik vind het ook zelf heel leerzaam. Ik leer er zelf altijd ook weer heel veel van. Ik heb al een tijd niet meer echt professioneel gesprongen. Ik heb wel het idee dat ik goed kan zien wat een springpaard nodig heeft. Dus voor mij is het ook heel fijn om ook Bianca een keer over mijn werk eigenlijk na te laten kijken. Of ik het zelf ook nog wel goed doe en of ik up-to-date ben. Nou ja, en voor mij ook. Kijk, Daan is natuurlijk, die geeft eigenlijk misschien nog wel veel meer les dan ik. Hè? Ook manegelessen en dergelijke. Dus ook leerlingen van alle niveaus. En ja, met tweeën weet je gewoon meer dan alleen. En je kan altijd van elkaar leren. En dat is het mooie eigenlijk van de paardensport. Je bent nooit uitgeleerd in de paardensport. Nou, we hebben denk ik wel genoeg gekletst. Ja. We zullen Tessa eens aan het werk zetten. Hè? Is goed. Nou, veel plezier. Kijk voor je, ja? Omdat dat naar beneden kijken, dat heeft effect op je hele lichaam. En dat is een aanwensel, dat ga ik waarschijnlijk weer, nog 40 keer moeten zeggen. En dat geeft helemaal niks. Want dat is een gewoonte, hè? Dus dat leer je ook niet even in één momentje af. Dan gaan we daar weer aandraven. En dan kijk je naar voren bij het aandraven. Kijk voor je. Kijk, en dan kan je ook gewoon aandraven, hè? En als je dan op het goede been zit, kijk je weer voor je. Heel goed. Wat me nou een beetje aan jouw handen opvalt, is dat je linksom zo zit. Hè, zo. En rechtsom zie je jouw buitenhand nog steeds een beetje. Dus de linkerhand een beetje naar binnen en naar je toe gaan. Als jij stuurt, natuurlijk mag je een keer hè, een knijpje of iets van de hals, een keer een momentje naar je toe. Maar altijd maar korte momenten. Het is altijd heel belangrijk dat wat jij met je hand doet, dat je dit ook weer kunt afvloeien. Dat je dat weer kunt ontspannen. En dan maak je het je pony ook makkelijker om redelijk goed in balans te blijven. Als jij naar beneden kijkt en je met je bovenlichaam zo naar voren duwt, dan duw je eigenlijk ook het gewicht een beetje naar de voorhand toe. Goed, dan gaan we nog eens een keer overgang maken naar de stap. Weer recht voor je blijven kijken. Goed. Altijd kijken waar je heen gaat. Hè, dat leer je in de auto. Als je gaat rijlessen, als jij in de slip raakt en je ziet een boom en je gaat naar die boom kijken, want ik wil niet tegen die boom aankomen, dan kom je toch tegen die boom aan. Je moet op de weg blijven kijken, want dan blijf je op de weg makkelijker. Als dat dus met zo'n mechanisch apparaat als een auto al zo is, kun je nagaan hoe dat effect heeft op een levend dier als een paard. Jouw paard die voelt aan jouw lichaam waar jij heen wil. Jij doet onbewust toch die kant op sturen waar jij heen wilt. Dus kijk jij naar beneden, ben je naar beneden aan het rijden. Ben je de grond in het rijden. Ga je naar een hindernis galopperen, kijk je naar die hindernis, kom je bij die hindernis uit. Wil je een rechte lijn, moet je recht uitkijken. Moet je niet rechts of links kijken, dan ga je slingeren. Kijken waar je heen gaat, dat is heel belangrijk. Goed, dan gaan we daar eens een keer galopperen.
Goed, dat was nog niet zo heel mooi, hè? Liep hij een beetje onder je vandaan. Maakt niet uit, dan even een stukje galopperen en dan doen we dadelijk gewoon even die overgang naar galop overnieuw. Goed, dan gaan we dadelijk opnieuw aangalopperen. En dan ga je, voordat je aangalopeert, leg je alvast een keer je binnenbeen aan. En dan zorg je dat hij echt om jouw binnenbeen heen buigt, zodat je eigenlijk je binnenhand kunt ontspannen. Snap je wat ik bedoel? He, dus dat hij niet om jouw binnenhand aan het buigen is, maar om jouw binnenbeen. En als je dan voelt van, oh, ik kan mijn binnenhand iets ontspannen, dat is niet losgooien, maar dat is iets te druk eraf halen, dan geef je de galophulp om aan te galopperen. Niet te strak houden, simpeler houden. Niet te veel willen doen, niet te veel willen doen. Alleen om je binnenbeen laten buigen. Tessa, heeft het een reden dat je hem zoveel terugrijdt voordat je aangalopeert? Ik zag een beetje die spanning ontstaan, hè? En dan is het heel begrijpelijk dat je zegt, ik ga hem vast tegenhouden en dan, hè, dan gaat hij misschien er niet zo hard vandoor. Maar eigenlijk creëer je daardoor juist een beetje spanning. Je moet eigenlijk gaan proberen om hem pas tegen te gaan houden als er iets gebeurt. Want als jij dat gaat proberen voor te zijn, je gaat hem tegenhouden, hij denkt, er gaat iets gebeuren. Dus hij gaat gespannen zijn en hij zal eerder juist reageren in het er vandoor gaan. Dus probeer, ook hoe spannend dat ook is, probeer gewoon pas tegen te gaan houden als hij er echt vandoor gaat. Kijk, en verder is hij dan toch wel gehoorzaam genoeg dat je hem dan toch wel terugkrijgt. Maar nogmaals, je kan het niet voorkomen door langzaam te gaan rijden. Je veroorzaakt het vaak alleen nog maar erger. Gewoon weer lekker die ontspanning erin, oké? Okay? Dan gaan we aandraven. Tess, dan ben je weer heel erg naar beneden aan het kijken, hè? Waar kijk je dan naartoe? Naar mijn handen, naar mijn hoofd. Ja. En naar mijn benen. Ja. En wat denk je aan jouw benen te zien? Aan mijn benen? Of het een goede been is. Ja, oké. Okay, maar op een gegeven moment weet je dat toch, als je twee pasjes hebt gezien. Dus daar hoef je dan niet meer naartoe te kijken. En zijn hals, ja, daar moet je gewoon niet naar kijken. Dat moet je eigenlijk gewoon voelen. Want het enige wat jij van bovenaf kunt zien, of er een bolling in die hals zit, maar je kan niet van bovenaf zien of je dat op de goede manier hebt. He, of je daar in een knik loopt of correct naargeeflijk. Dus door te veel naar beneden te gaan kijken, ga je misschien ook zelfs te veel op die bolling in die hals concentreren. Dat moet je gewoon niet doen, gewoon lekker voor je kijken. Plus wat ik er straks zei, he, voor je balans, is dat ook heel belangrijk. Nou, dan gaan we dadelijk weer eens aangalopperen. Let op dat je de binnenhand niet blokkeert. Hè? Die binnenhand, die heb je een beetje de neiging om die af en toe wat naar je been toe te brengen. Dan gaan we weer wat rechte stukjes proberen te galopperen. Een keer een volte. Kijk, en dan gaat hij wat te hard. Dan ga je even een kleinere volte. Die binnenhand alleen iets van de hals doen. Niet strak houden. Een keer knijpen en een keer ontspannen. Goed, niet te hard knijpen. Hè? Dus probeer niet jezelf sterk te laten blijven. Je moet een momentje tegenhouden van wat hij versnelt en dan ga je weer gewoon rustig die hand ontspannen. Dus dan rij je daar mooi een keer inderdaad naar het einde en dan probeer je weer een rechte lijn te rijden terug naar de andere kant. Kijk, en nou, mooi rustig. Kijk, en dan gaat hij ook lekker briesen, hè? Gaat hij lekker ontspannen. Kijk, en daar die vlag en dan rij je eens een keer een volte. Rij dadelijk hier eens even een paar keer een volte. Dat hij eigenlijk gewoon ontspannen onder die vlag door durft te lopen. Dat is natuurlijk ook raar voor zo'n pony, hè? Die ziet daar zo'n gek ding flapperen. Hand weer ontspannen en doen alsof er niks aan de hand is. En weer gewoon doorgalopperen. Probeer zelf ontspannen te zitten en je hand weer te ontspannen. Heel meer moet je hem niet tegenhouden. Op het moment dat hij wegloopt, sluit je even je hand en daarna ontspan je weer. Goed, en weer ontspannen. Rijd maar niet te ver onder die vlag door. Je mag gerust iets ervan afblijven. We willen niet onnodig veel spanning creëren. We willen hem juist laten merken dat er eigenlijk niks aan de hand is met die vlag. Hey, zie je hoe ontspannen dat hij nou loopt? Ja. Voel je bedoel ik, hè? Voel je dat? Ik zie het. Ik hoop dat jij het voelt. Goed, kijk, en dan gaat hij lekker briesen. Prima.